Rudolf Steiner over Kerstmis, geschiedenis en esoterische betekenis. Gedeelten uit een lezing die Rudolf Steiner hield in Berlijn op 19 december 1904. In het christendom zelf is het kerstfeest als zodanig pas sinds de vierde eeuw van de jaartelling opgevat als symbool voor de geboorte van de christelijke verlosser. In de eerste eeuwen van het christendom. Werd de 25 december helemaal niet als de geboortedag van het christendom gevierd. Pas in de vierde eeuw werd deze datum zo opgevat. Maar in het Romeinse Rijk vierde men in die tijd toch een feest, een feest dat in dezelfde tijd ook werd gevierd bij de oude Keltische en Germaanse volkeren. En met soortgelijke gedachten ook reeds in het oude Egypte. En nog in verschillende andere streken. Wat men toen vierde, was nog iets anders. De overwinning van de zon op de machten van de natuur die haar weer streven. Pas in de vierde eeuw werd het in verband gebracht met de geboortedag van de grondlegger van het christendom. Nu zou men daaruit de gevolgtrekking kunnen maken dat de christelijke kerk iets had gedaan dat historisch tegen alle tradities inging en als het ware iets wilde corrigeren. Maar dat is niet zo. Wie de betekenis van het kerstfeest werkelijk begrijpt, die onderkent dat er een oeroude wijsheid in zo'n feest ligt. Feesten als het kerstfeest, het paasfeest en het pinksterfeest zijn niets anders dan tijdstippen die onze voorvaderen, onze voorouders, hebben vastgelegd, en waarmee zij ons, hun nakomelingen, hebben laten zien hoe hun opvatting was van de verhouding van mens en wereld, en van de grote geheimen van het bestaan. Wie het schrift kan ontcijferen, dat in de grote feesten is vastgelegd, wie de hiërogliefen kan ontcijferen, die de tijd zelf ons toont, die werpt een blik in diepe, veelbetekende mysterieën van de gehele menselijke ontwikkeling. In de vierde eeuw ontstond een mogelijkheid die er voordien niet was geweest, namelijk dat de mens het licht in zichzelf geboren kon laten worden. Hij kon dat omdat het lichtbeginsel voor het eerst in een mens was geïncarneerd. Doordat dit had plaatsgevonden, was als noodzakelijk gevolg het feest van de winterzonnewende in verband gebracht met het kerstfeest. Vroeger hadden de mensen de wijsheid en het licht van buiten ontvangen. Maar nu moet het licht van het eigen hart van de mens worden voortgebracht. Daarom moest ook de gebeurtenis in Palestina plaatsvinden. Een mystiek geboren -uren, en een historisch feit. We hebben dus te maken met een historisch feit en dat is juist het grote mysterie dat men zo slecht begrijpt. Dat wat zich in Palestina heeft afgespeeld, heeft zich letterlijk zo afgespeeld als het in de proloog van het Evangelie volgens Johannes is beschreven. En het is tegelijkertijd een mystiek feit. Wie dit niet zo opvat, die begrijpt het gebeuren nog niet. Maar als u het zo opvat, dan zult u ook begrijpen waarom men zich van dit ogenblik af God als persoon moet voorstellen. En dat men zich de drie eenheid, die men zich vroeger anders voorstelde, nu in de vorm van drie goddelijke personen moet voorstellen. Christus was nu mens geworden en daarmee was het bewijs geleverd dat het goddelijke in de mens verwerkelijkd kan worden. Daarmee was voor het eerst een mens op aarde verschenen in wie het goddelijke kon wonen. En dat kan voortaan een blijvend, een nooit meer te vernietigen ideaal voor de mensen worden. Alle vroegere grote wijsheidsleraren, de Egyptische Hermes, de oude Indische Rishis, de Chinees Confucius, de Zarathustra van de Perzen. Zij hebben het woord van het Goddelijke gesproken. Zij waren de grote leraren. In Jezus, die de Christus was, is voor het eerst het Goddelijke zelf over de aarde gegaan. Vroeger hadden wij op aarde alleen de weg en de waarheid. Nu hebben we de weg, de waarheid en het leven. Dat is het grote verschil tussen de oude religies en het christendom, dat het laatste de vervulling van de voorgaande religies is. Dat men bij de Christus niet te maken heeft met een wijsheidsleraar, want wijsheidsleraren zijn er ook in alle andere religies, maar met de menselijke persoon die gelijkertijd als goddelijk persoon vereerd moet worden. Daarom is de boodschap van de discipelen zo belangrijk. We hebben de handen in zijn wonden gelegd, we hebben zijn boodschap gehoord. Vandaar ook het bouwen op wat het oog zag, op de directe, zintuigelijke indruk, dat men niet alleen maar naar het woord moest luisteren, maar ook naar de mens moest zien. En vandaar ook de overtuiging dat hij de zonneheld bij uitstek was. Als wij dat begrijpen, dan begrijpen wij ook dat het oude feest van de winter zonnewende vroeger iets anders heeft betekend dan het tegenwoordige kerstfeest. In Egypte vinden wij Horus, Isis en Osiris, het oorbeeld van wat ook in het Christendom leeft. In het oude Indië hebben wij de geboorte van Krishna uit de Heilige Macht? Overal treffen wij overeenkomsten met deze mythe aan. Maar waar het bij het christendom op aankomt, is de omstandigheid dat niet slechts de drieheid, maar de vierheid heilig is geworden. Dat het Heilige is afgedaald tot in de mens. Vroeger was het Heilige goddelijk en troonde in onbereikbare hoogte boven de mensen. De oude wijsheidsleraren, de heilige Rishis, vereerden het als het onbestemde Brahman. De leerlingen van Zarathustra zagen het in de tweevoudige uitdrukking van goed en kwaad. In Egypte kent men de drie eenheid: Isis, Osiris en Horus. Maar dat het goddelijk het midden van de mensen heeft gewoond, dat het dat de mens is geworden, dat is het geheim van de vierde cultuurperiode. Dat is de belangrijkste gebeurtenis van ons wereldtijdperk: dat het kerstfeest, dat altijd het beeld is geweest van de geboorte van een ingewijde, nu de geboorte van de grootste zonneheld, die van de Christus zelf symboliseert. Zo zien we dat deze twee dingen noodzakelijkerwijs in de loop van de wereld samenvallen. Voor de Christen is het Kerstfeest niet iets dat voorbij gaat, niet een herinneringsfeest aan dat wat voorbij gegaan is. Want het vers voor Kerstmis luidt niet: Christus werd geboren of Christus was geboren, maar ze luidt: U is heden de Heiland geboren. Namelijk Christus, de Heer. Er wordt steeds over heden gesproken. Dat is belangrijk en van veel betekenis. Over heden wordt gesproken in de zin zoals Christus zelf gesproken heeft. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Dat is iets. Dat elk jaar opnieuw voor ons staat en dat ons de samenhang tussen mens en hemel onthult. Dat laat ons zien dat zich ook in de mens moet voltrekken wat zich in de hemel voltrokken heeft. En zoals de zon geen centimeter van haar baan zou kunnen afwijken zonder verwarring te stichten, zo moet ook de mens zich aan zijn weg houden. Hij moet die innerlijke harmonie. Dat innerlijke ritme vinden waarvan Christus, die in Jezus geïncarneerd was, het voorbeeld geeft. Dat is dus het verband tussen mens en hemel. De zon moet niet alleen standvastig haar loop van de hemel volbrengen en bij de winterzonnewende nieuwe krachten krijgen. Zij moet ook in de mens de geboorte van het licht uit zijn diepste innerlijk bewerken. Een opstanding een zonne-heldendom. Daarom luidt de kerstspreuk ook Gloria in excelsis Deo et in terra pax homnibus bona voluntatus. Dat betekent Ere zij God in den hoge en vrede op aarde bij de mensen des welbehagens. De innerlijke vrede zal ook de mensheidsevolutie een ritmisch verloop geven, zoals de zon haar eigen loop in een regelmatig ritme heeft gebracht. In de zon hebben wij een beeld van de eeuwige kringloop van de kosmos. Zij heeft de chaos in zichzelf overwonnen en tot vrede gebracht. In de zon hebben wij een beeld van de eeuwige kringloop van de kosmos. In deze zin is het kerstfeest een feest van vrede, waar ook een stemming van vrede en harmonie moet uitgaan. Het zal dan ook op de juiste wijze gevierd worden, als de kracht van vrede en harmonie ervan uit zal gaan. Met de kerstklokken horen wij niet alleen kerkelijke geluiden. Wij horen daaruit ook de klanken van de gehele strevende mensheid die aan de huidige cultuur haar verdere ontwikkeling werkt. En gewerkt heeft sinds de aarde met haar spiritualiteit weer uit de grote koude tevoorschijn komt. De hemelse harmonieën spreken werkelijk tot ons als wij begrijpen waarvan het kerstfeest een uitdrukking is. Zo vast is elk feest van het jaar in de oeroude wijsheid gegrondvest. Deze feesten zijn niet bij toeval vastgesteld. Niet uit willekeur voortgekomen, maar ze zijn uit de diepste wijsheid van de wereld geput. Wie ze werkelijk begrijpen en met volledig begrip vieren kan, die vindt daarin de tekens van de oeroude wijsheid voor hetgeen vanaf het begin geschied is en tot in de toekomst geschieden zal. Daardoor krijgen de feesten een nieuwe betekenis. Ze hebben dan niet meer de conventionele betekenis die ze voor velen alleen nog maar hebben. De grote wereldwaarheden zo lezen, betekent de wereldbeelden op de juiste wijze vieren. Met het hart. Met het verstand, met het gevoel leest u de waarheden van de hemel als u de grote wereldbeelden viert. Dan wordt ze ook echt weer uit de geest gevierd. Dan hebben ze ook weer betekenis voor de mensheid. De geesteswetenschap bestaat niet uit louter abstracte gedachten, uit een netwerk van dogma's. Zij heeft een grote taak en wereldopdracht. Om dat wat de mensheid vergeten heeft, weer tot leven te wekken. En weer het vuur te ontsteken uit wat door onze voorouders gegeven is. Dan zal er ook een einde komen aan het egoïsme van de mensen. De mensen zullen leren in de universele geest van de wereld te leven. Dat is de wijsheid die naast veel meer van de geesteswetenschap uitgaat. En die is in goede zin van het woord praktisch. Zij geeft ons innerlijk houvast en hoop. En daarom zal de stemming van vrede en vertrouwen in de geest die van het kerstfeest uitgaat, de ziel van degene die naar spirituele kennis streeft, in al haar diepten kunnen vervullen. De verheven geestelijke leiders van de mensheid hebben in oertijden ooit zelf dit feest ingesteld. Laten wij ons dat als echte kerstwijsheid nu voor ons innerlijke oog plaatsen. Mensenbroeders die ons ver voor zijn in ontwikkeling, zijn de leiders van de spirituele beweging. Hoogontwikkelde mensenbroeders. Die er al waren bij het begin van het vijfde wereldtijdperk, toen de grote wereldfeesten vastgelegd werden, en die ook nu als de grote leraren van de mensheid dergelijke waarheden weer onthullen. Zij geven ons de wijsheidsleren niet op grond van speculatie of eigen mening, maar omdat ze erbij waren toen de dingen geopenbaard werden. Zij hebben de vrede voorbereid die eens over de mensheid zal uitstromen. En zij hebben in de feesten de heilige schrifttekens vastgelegd, waaruit wij weer de boodschap vrede moeten lezen. De boodschap van de innerlijke zaligheid, die door de geesteswetenschap weer ons deel zal worden. De mens leeft naar een toekomst toe, waarin het licht in hem geboren moet worden. Waarin een veelbetekenend woord door een ander moet worden afgelost, waarin niet meer geldt dat de duisternis het licht niet meer kan begrijpen, maar waarin de waarheid door de hele wereld zal klinken en de duisternis het licht dat ons in de ster van de mensheid tegemoetstraalt zal begrijpen, waarin de duisternis zal wijken en het licht zal begrijpen. Dat wil zeggen. De duisternis zal door het licht gegrepen worden. En dat moeten wij uit het kerstfeest in ons innerlijke horen klinken. Dan zullen wij het kerstfeest in zijn diepe, oeroude betekenis pas weer echt kunnen vieren. Want dan wijst het er ons op dat uit het innerlijk van de mens het Geestelijke zal opglanzen en uit zal stralen, naar de gehele wereld. En wij zullen het kerstfeest kunnen vieren als het feest van het hoogste ideaal van de mensheid. Het zal dan weer betekenis voor ons krijgen. Het zal dan weer in onze ziel gaan leven. In onze ziel zal het feest van de heilige nacht het vreugdevolle vertrouwen doen ontstaan? Ja. Ook ik zal eens in mijn innerlijk beleven wat men de geboorte van de hogere mens moet noemen. Ook in mij zal de geboorte van de heiland, de geboorte van de Christus plaats hebben.